Klaar? Ja. Ik denk dat biljart door iedereen gekend is in de wereld. En overal in de hele wereld wordt gespeeld, misschien een beetje minder in China en Australië, omdat er meer pool en snooker is. Dat geef ik toe. Maar daar staan ook biljarttafels. Dus bijvoorbeeld in Korea, daar wordt bijzonder veel biljart gespeeld. In Zuid-Amerika ook heel veel. Noord-Amerika is daar weer meer pool. Maar dan in heel Europa wordt biljart gespeeld. Dus ik denk dat iedereen al eens een keu vast gehad heeft in zijn leven om eens tegen zo'n bal te stoten. Dus wat dat betreft is de populariteit van biljarten groot genoeg. Ja? Belgium, you have a lot of very good and top players in the game, and it's a big help for an industry like us. The difference is basically the following. It's a very big difference due to the fact that Saluc Belgium is manufacturing themselves the fenolic resin being used to make the billiard balls. Fenolic resin is by far the best material because it is very close to the specification of the ivory balls being used in the past.